De Roemeense film Bad Luck Banging Orloni Porn heeft tijdens de Berlinale de Gouden Beer, de prijs voor beste film, gewonnen. Dat maakte de jury van het Filmfestival van Berlijn vrijdag bekend. Tekst gaat verder onder advertentie. De film gaat over een lerares wier carrière en reputatie in gevaar komen vanwege een sekstapé. Bad Luck Banging Orloni Porn werd opgenomen tijdens de coronacrisis. Volgens de jury heeft de film goed de huidige tijd vastgelegd. De Hongaarse regisseur Denis Nagy won de Zilveren Beer voor beste regisseur met zijn film Natural Licht. De Zilveren Beer voor beste acteertalent ging naar de Duitse actrice Maren Eggert voor haar rol in Ihr Muurman. Het beste scenario was volgens de jury voor de film Introduction van de Zuid-Koreaanse Hong Sang-soo. De beren werden dit jaar voor het eerst uitgereikt in genderneutrale categorieën. De beeldjes werden overhandigd tijdens een digitale ceremonie. Buzzelets Blok ADS.